Vind jij ook dat wetenschap de wereld beter kan maken? Dat nieuwe technologie oplossingen kan bieden voor de huidige problemen in de zorg of met het klimaat? Wil je je inzetten voor de wereld van morgen? Dan is een stemrichting op school zeker iets voor jou. Maar welk beroep kan je later doen met die stem? We zoeken het voor je uit in verschillende domeinen. Obimax is een bedrijf dat bekend staat om zijn keukens, meubels en totaalinrichting. Ze hebben zelf klanten tot in het buitenland. Maar wat heeft dat nu met stem te maken? Ik vraag het aan Kaat, manager bij het bedrijf. Dag Kaat, wat doen jullie juist bij Obimax? Dag Lien. We zijn vroeger gestart, want we bestaan dit jaar 60 jaar, zijn we vroeger gestart met het maken van schoolmeubilair, maar geleidelijk aan geëvolueerd eigenlijk naar het produceren van hoogwaardige kwalitatieve keukens, als ook een totaalinrichting. Dat betekent dat we eigenlijk dus de kasten maken in de badkamer, in de bureau voor de papa, de kasten in de keuken, eigenlijk alles volledig het huis gaan we gaan inrichten. En wat heeft jullie bedrijf met stem te maken? Heel veel. Dus in de verschillende takken van ons bedrijf hebben wij allemaal mensen nodig, toch met een technisch profiel. Dus al in ontwerpfase, de interieurarchitecten hebben een technische achtergrond. Dan ook in het detailbureau, technisch bureau, gaan er mensen dus de programma's gaan tekenen. En dan vooral in de praktijk ook, onze mensen in productie, de mensen die het samenstellen, maar ook zeker de mensen die ook aan de CNC, computergestuurde machines, staan, moeten toch echt wel een technische achtergrond hebben om al die programma's te maken en de machines goed aan te sturen. Dag Fien, wat is jouw werk juist? Hallo, dag Lien. Ik werk als interieurarchitecte. En wij gaan eigenlijk voor de klant hun visie rond hun keuken of hun ontwerp wat beter en duidelijker illustreren. Dus hier gaan we eigenlijk aan de hand van vlakken en figuren een beeld gaan maken voor de klant. En daarna komt hij er eigenlijk uit het programma als een soort foto, wat je hier ziet. Zodat hij beter dan op het plan kan zien hoe hun keuken of interieur eruit gaat zien. Als het ontwerp klaar is, wat gebeurt er dan? Dan gaan wij de info en het ontwerp eigenlijk gaan uitleggen aan het detailbureau. En het detailbureau gaat dat dan volledig in detail gaan uittekenen, waardoor dat dan naar productie kan doorgaan. En dat dan geproduceerd kan worden en geplaatst bij de klant. Zoals je hier ziet, hebben we hier drie onderkastjes. En aan de hand van dit plan weten de mensen in de atelier perfect dat deze kast bijvoorbeeld deze afmeting moet hebben. En gebeurt dat allemaal met de computer? Ja, alles gebeurt in een tekenprogramma. We tekenen alles uit in een 3D. Dus zoals dat je dat hier en hier eigenlijk ziet, zien wij dit ook op ons scherm zo. En dan gaan we eigenlijk alles gaan vormen in een 2D, zodanig dat we de afmetingen erop kunnen vermelden. En wat heb je daarvoor gestudeerd? Ik heb technische bouw in het VTU van Roeselare gevolgd, waar ik ook met de computer het tekenprogramma heb aangeleerd. Ook in de houtsector zijn ze bezig met een duurzame productie. Zo willen ze minder hout verspillen door fijner te zagen, hout te recycleren, te verlijmen en te pletten in nieuwe platen bijvoorbeeld. Maar ook door heel dunne vellen fineerhout te gebruiken. Dat is de toplaag die ze op een kast of tafel lijmen. Zo krijg je een resultaat van vol hout, ook wel massief genoemd. In het atelier worden heel wat moderne machines gebruikt om de productie efficiënter te laten verlopen. Dit is hier nu eigenlijk het eindresultaat van ons teamwerk. Is dat dankzij de technologie dat jullie dit kunnen maken? De technologie is heel belangrijk, vooral om die hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen aan onze klanten. Het moet echt top zijn, moet af zijn. Ook in de houtsector werken verschillende stemprofielen mee aan de wereld van morgen.